Marieke Tienstra is de enige Groningse zwemster die meedoet aan het Jeugd Olympisch Festival. Daarvoor trainen ze de afgelopen week voor de gelegenheid in de papiermolen. Normaal gesproken doet ze dat in het Helperbad al heel vroeg in de ochtend. We beginnen altijd om 5:45 ochtends tot 7:45. Maar er is eigenlijk, zij mist nooit een training of wat dan ook maar. En alles wat ik zeg, dat doet ze. En ze volgt eigenlijk alles hartstikke goed op. Ze heeft echt een doorzettingsvermogen. Daar kun je u tegen zeggen. Wat is er zo leuk aan het zwemmen, dat water? Ja, het is heel gezellig en het geeft je altijd wel een kick als je gewoon 's ochtends in het water ligt. Een trotse moeder, denk ik. Ja, zeker weten. Het is toch wel uniek als je kind mag uitkomen op de Jeugd Olympische Spelen. Het lijkt geen toeval dat ze uit dezelfde gemeente komt als haar grote voorbeeld. Heel top tempo. Toch heeft de vergelijking met Ranomi Kromowidjojo verder weinig zin, omdat Tienstra langere afstanden zwemt. Ze heeft haar idool al wel een keer ontmoet. Na de Olympische Spelen heb ik haar een bosje bloemen gegeven. En hoe was dat? Hoe reageerde ze? Ja, dat was wel leuk. Zei ze nog wat tegen je? Ja, ze hoopte dat ik net zo goed werd als zij. 3, 2, 1. Yep. Tienstra doet tijdens het Jeugd Olympisch Festival mee aan de 200 meter rug en de 200 meter wisselslag. En in beide disciplines heeft ze prima kansen. De limieten die ze heeft behaald zijn bij de beste 8 van Europa. Dus een finale plek zit er sowieso in. 2 wissel wordt iets moeilijker. 2 rug heeft ze wel een kans om medailles op te pakken. Want daar is ze gewoon eigenlijk een stapje sneller in. In vergelijking met de 2 wissel. Wat is jouw droom? Nou, ooit natuurlijk naar de Olympische Spelen. En voor het zover is, eerst het Olympisch Festival in Utrecht. Waarbij ze woensdag voor het eerst in actie komt op de 200 meter wisselslag.